Afluisterend fluisterend in haar sappig dialect. Bij mijn wekelijks bezoek aan een afdeling voor mensen met dementie leerde ik Francine kennen. Francine is een spraakzame dame en vindt het heel interessant om het over de bloemetjes en de bijtjes te hebben. Zo kwam ze me al een keer fluisterend vragen wat ik daar beneden tussen mijn benen heb. Of vroeg ze mij naar haar sappig genkse dialect weer allemaal één keer in de maand bloeden. Wanneer ik dan samen met haar door mijn vakantiefoto's ging, kon ze dan ook niet anders dan het over mijn vriend te hebben. Ach, zo'n schone jong! Bij het zien van een foto waar hij zijn handen in elkaar gebouwd voor zich uit laat hangen, riep ze uit, Oh god, hij heeft hem al vast, ze! Gevolgd door een dikke knipoog. Francine beleeft haar puberteit helemaal opnieuw. En zulke gesprekken doen haar helemaal opleven. Ik probeer dan mee te gaan in het gesprek om haar nood tot gesprekken over seksualiteit tegemoet te komen. Sprekende objecten is een project van de Lucas School of Art, het expertisecentrum Dimensie Vlaanderen, het regionaal expertisecentrum Memo, VWSG en de KU Leuven. Met de steun van de Vlaamse regering, Vlaanderen is zorg. Het project Sprekende objecten is geïnspireerd door een tentoonstellingsmodel ontwikkeld door de Enable Foundation.